Uit het Hoofd met Simone van Hoofddorp. Goedemorgen, basisschool De Torenuil, groep 7. Ik doe de techniek voor deze livestream. Wij zitten in het laboratorium. In het laboratorium werkt een hersenwetenschapper, Simone! Simone! Waar is mijn bril? Waar is mijn bril? Ik ben de Simone van Hoofddorp. En ik ben neurowetenschapper. En dat wil zeggen dat ik heel erg nieuwsgierig ben naar wat er zich in mijn hoofd afspeelt. Waar zitten onze dromen, gedachten, gevoelens, vooroordelen? Die zitten in hersenen. We bestaan uit 86 miljard zenuwcellen. Een proefje doen. Doen jullie mee? Hersenen krijgen de hele dag door allemaal prikkels te verwerken. Oh la la. Kennen jullie zo'n hoofd? Juf, zou u met de klas willen bespreken of er kinderen zijn die zo'n hoofd kennen? Wilt u daar één voorbeeld van in de chat zetten? Maar hoe werkt dat nou eigenlijk met zo'n emotie? En alleen in mijn lab. Het is doodstil. Ik sluit dit aan op het limbisch systeem. Ik wil wel even zeggen dat dit heel erg riskant is, hè? Deze? Sta hier in het hoofd van Simone van Hoofddorp. Het is hier ongelooflijk druk. Ik ben mijn naam, ik ben Simone. Rikt een stukje op. Ik ben degene die jij ziet, maar soms moet je herkennen. Eén gedachte per seconde. Ik ben mijn binnen en mijn buiten. Heel veel ikken en die ikken maken mij. Dank jullie wel voor het kijken. En natuurlijk mij helpen met informatie verzamelen. Ik ben mijn dromen en verlangens. Ben wat ik doe en vind. Ik heb het nog nooit in het echt gezien. Dit zit ook gewoon in mijn hoofd. Het is onvoorstelbaar.